Het personeel van het psychiatrisch centrum Suriname is sinds gisteren in actie. PCS-directeur Raj Jagannathan Singh zegt dat de bond onder leiding van Errol Snijders en de directie geen overeenstemming kunnen bereiken over de betaling van de lumpsum van dit jaar. Bond en directie gaan maandag weer om de tafel om te onderhandelen. Jagannathan Singh wijst erop dat PCS nooit voldoende financiële aandacht van het ministerie van Volksgezondheid heeft gekregen. Hij vindt dat hierin verandering moet komen, vooral omdat de geestelijke gezondheidszorg steeds meer haar plaats opeist in de samenleving. Hoewel er wordt gestaakt, gaat de dienstverlening normaal door. De stakende groepen zijn de verpleegkundigen, de technici en het bewakingspersoneel.